Maandagmiddag even voor 1 uur boetste een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak tegen een pielwagen van Rijkswaterstaat. De weg was daarmee afgezet vanwege werkzaamheden aan de autoweg. Het wegdek moest worden gemaakt vanwege vorschaai. De Duitse vrachtwagenchauffeur kwam bekneld te zitten in zijn volledig verwoeste cabine. Hij is gewond geraakt aan zijn been. Bij de hulpverlening werd een traumahelikopter ingezet. Over de toestand van het slachtoffer is verder niks bekend. Hij is ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De autoweg werd volledig afgesloten voor verkeer richting het zuiden. Nadat het slachtoffer was bevrijd, werden weer 1 rijstrook vrijgegeven, maar toen sting er al een lang file richting Venlo. De bergingswerkzaamheden hebben nog de hele middag geduurd.